Hey Martijn, man, goedemorgen. Goedemorgen. En er komt weer een Halloween run aan. Klopt. En dat is de derde, toch? De derde, yes, 26 oktober. En dan, kijk, en nu staan we op een plekje, dat vind ik altijd leuk natuurlijk, waar ik nog nooit ben geweest. En dat is een soort parklaan, hoe zou je het noemen? Een hele grote achtertuin. En dat is van Juvent. In de. Welke straat is dat weer? Achter de Maximastraat in Nieuw Middelburg, ja. Ja, dat is eigenlijk een heel rustiek gebeuren. En wat is hier de achterkant? Is dat de Visserssingel? Visserssingel, ja. We passeren de Maximastraat en de Visserssingel hier zo. In een de achtertuin van gezinsvervangende huis van Juvent. Super blij dat Juvent deze tuin beschikbaar stelt waar we dat kunnen passeren. Ik denk dat daar zeer weinig mensen nog zijn geweest. En de medewerkers en de kinderen die hier wonen, die gaan de tuin omtoveren tot een soort van spookhuis. Ja, en ze komen dan eigenlijk dwars door de wijk, lopen er daar dan in. En dan kom je er daar uit en daar zit een klein hek wat dan open wordt gezet. En dan kijk je prachtig op de Oostkerk hier. Maar dat is wel... Ja, we komen vanuit de Jacob Katstraat en steken we hier inderdaad naar binnen toe. En aan de achterkant, bij de hoofdingang, gaan we er weer uit. En we passeren dan eerst in Middelburg het Van Epen speeltuinpark. En dan komen we hier bij de tuin van Juvent. En, want je hebt natuurlijk meerdere dingen gedaan, ook de Lange Jan run, of hoe heet het? Ja, de Lange Jan run, toch? Ja, Lange Jan Challenge. Challenge was het, ja, precies. Ja. Maar is er dit jaar, zijn er nog andere dingen rondom de hele tocht? Want er is hier een kinderoptocht in de wijk, maar hebben jullie daarmee te maken, of is dat... Nee, we werken wel graag samen met alle instanties. Dus hier de Trick or Treat kinderactiviteit, die doen we samen. Dus wij zijn ook een beetje de act hier zo van de wijk. Dus dat maakt het extra leuk als we ergens mee kunnen samenwerken. Ik woon zelf in Nieuw-Middelburg, dus dat maakt het voor mij extra speciaal. En verder is er een wandeltocht, die start om 8 uur. En de hardlopers vanaf 8:30 in groepen van 25 personen. En we starten en finishen bij Café Ten Baan. Ja, want dat is ook altijd een ding waar jullie sportje helemaal verloren. Iedere week zie ik jullie overal rennen. Maar jullie doen ook altijd graag weer een biertje. En inderdaad, bij Ten Baan, doe je daar nog speciale dingen? Of is dat gewoon een mooi feest, verkleed? Nee, Mark en Ramon, alle medewerkers van Ten Baan, die bouwen de Ten Baan om tot een soort van Halloweenfeest. We hebben ongeveer 100 genodigde gasten die ook het feest aantrekken, zou ik maar zeggen. Ja, er is ook nog een verjaardag begrepen van iemand. Ja, een verjaardag en nog een borrel van alles en nog wat. Dus het wordt een groot feest. En het terras wordt omgebouwd tot een soort van start- en finish-spooktunnel. Ja, nou, gewoon supergezellig. En de meeste mensen zullen het wel al weten, maar nog even, als je mee wil doen... Als loper of als renner, hoe werkt het? Ja, je kan inschrijven via inschrijf.nl. En alle informatie vind je op onze Facebookpagina. Ja, van Runderground, hè? Runderground, en er is ook aparte Runderground Halloween Run Middelburg pagina. Dus, maar goed, dat kost goed. Wat kost het? 59 per persoon om mee te wandelen, mee te rennen. En 5 of 10 kilometer rennen. Nou, dat is allemaal heel overzichtelijk. Dankjewel voor je toelichting en maak je een beetje bang, hè? Ja!